Hallo beste kijkers van JW Zoog, ik ben Jim. Ik ben Wessel. Ik ben Thomas. Hey. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Babbeltjes Maken. Ik hoorde een rare stem, wie is dat eigenlijk? Ik hoorde ook iemand onbekend. Ja. Ja, ik weet niet wie dat is. Oh. Ja, nou laten we maar gewoon doorgaan. Hopelijk gebeurt het niet nog een keer. Nee, dames en heren, even alle grapjes opzij. We hebben vandaag bij deze podcast een gast erbij. Ja, een gast. Maar wie is die gast? Is het de Mystery Guest of kennen we hem? Nou, dat is aan hem om te vertellen. Ja. Nou, mijn naam is Thomas. Ik doe YouTube al sinds 2 jaar geleden. Ha, ik langer. Ja. Ja, het komt eigenlijk door Jim dat ik een beetje ben gestart. Want hij heeft me ook een beetje shit laten weten hoe je een kanaal moet beginnen. En wat voor content je kan beginnen. En ik heb eigenlijk een heel erg dood kanaal. Dus En hoe heet dat kanaal? De dode kanaal heet... Ja, even reclame maken. Je mag reclame maken. Ik ga nog steeds door met mijn kanaal. Mijn kanaal heet Just Thomas. Nou, abonneren. Zeker abonneren. Ik maak gamevideo's, muziekvideo's op de piano en soms een beetje tekenen hier en daar. En ik wil ook binnenkort weer animaties gaan maken. Yes. Dus zeker. Te doen, moet je een kijkje nemen. Hij heeft zeker genoeg te doen met zijn zomervakantie. Ach, absoluut. Want dames en heren, de zomervakantie is begonnen. We gaan het denk ik heel kort even hebben over individueel onze zomervakanties. Daarna gaan we het nog heel even hebben over het WK. Yes. Thomas heeft nog een leuk nieuwtje over 2 nieuwe games die naar de Nintendo Switch komen. En we hebben nog wel iets mee. Niet heel leuk nieuws eigenlijk, want er was een aanslag deze week. Yes. En, en op het eind heeft Wessel ook nog wat nieuwtjes over wat films. Ja. Altijd. Ja. Maar ik denk dat we dan beginnen met dat de zomervakantie eindelijk is begonnen. Heerlijk. Heerlijk. Oh. Thomas, moet jij nog naar school eigenlijk? Ik hoef niet meer naar school, nee. Zo, ja, lekker. Ik hoef nog maar 1 dag naar school, dat is om een rapport op te halen. Oh, chill. Lekker hoor. En dan in de middag is dat volgens mij. Dus, en dan gaan we volgens mij ook nog met school pizza eten, dus het wordt hartstikke lekker. En dan volgend jaar begin je met het 2e jaar van je opleiding. Yep, jazeker. En dan stroom ik gelijk door naar mijn richting die ik heb gekozen. Want het eerste jaar is een beetje alles en nog wat uitproberen. Wat vind je nou leuk? Yes. En nu is het voor de rest van je leven hetzelfde ding doen. En welke richting heb je gekozen? Ik heb de richting AVA gekozen. Dat staat voor audiovisueel animatie. Okay. En dat heeft te maken met video's bewerken, filmen, echt een beetje de filmindustrie. Maar ook het maken van muziek, want muziek heeft ook een beetje met video's te maken. Om te kijken, om de emotie naar voren te brengen en zo. Ja. En natuurlijk, het animatiewoord zit er ook in, dus ook ga ik een beetje leren animeren. Gaaf. Heel vet. Dat is hartstikke leuk. Ja. En Wessel, moet jij nog naar school? Ik moet nog 2,5 dag naar school. 2,5 dag, nog even doorzetten dus. Heel even door. Eerst lekker weekend vieren, jongen. Daarom. En daarna lekker zomervakantie vieren. En dan ga jij naar? Frankrijk. In de vakantie naar Frankrijk. Frankrijk. Nee. Ja, en volgend jaar, qua opleiding? Ik heb besloten om te gaan switchen van opleiding. Want ik heb de afgelopen tijd heb ik een beetje gedacht over, wil ik dit nog doorzetten? Wil ik hier echt mijn werk van maken? Ja, want je hebt het afgelopen jaar podiumtechniek gedaan. Ja, podium en evenementtechniek. En ik heb besloten om het niet door te gaan zetten, maar een andere opleiding te gaan kiezen. Dat is? Namelijk redactiemedewerker. Dan ga je op pad, ga je mensen interviewen, ga je filmpjes editen, ga je... Gewoon gezellige dingen doen, vind ik. Precies. Ja. Als ik een beroep bij Wessel moet kiezen, is dat sowieso of interviewer. Mm-hmm. En dan echt voor een bekende krant of zo, zeg maar. En dat hij dan zelf ook die artikelen moet maken. Dat zie ik Wessel echt doen later. Nou, daarom kies ik dat. De puzzelstukjes vallen bij elkaar. Ja, toch? Ja, en zelf ga ik ook naar het 2e jaar van mijn opleiding. Ik zit op het laboratoriumonderwijs. En volgend jaar moet ik nog een half jaartje zowel biologie als chemie doen. En uiteindelijk mag ik dus kiezen of ik de biologie kant van het laboratorium op ga doen. Met virussen, bacteriën en dingen op kweekzet eigenlijk. Mm-hmm. En in ziekenhuizen. Of de chemische kant. Okay, en... Met voedsel controleren, giftige stoffen, maar ook... stoffen die heel goed voor je zijn. Oh, wat goed. Ja. En ga jij ook nog op vakantie, Jim? Of, Ik ga 10 dagen naar Zweden. Naar Zweden? Ja. Hé! Hey, Zweden. Daar ga ik ook naartoe. Ja. Nah. Wat zei je nou? Ik ga ook naar Zweden. Wanneer ga jij naar Zweden? Ik ga naar Zweden op 17 juli. Oh, ik op 23 juli. Ah, oké. Okay. En hoe lang blijf je? Nou, ik blijf 8 dagen en daarna gaan we op de terugweg nog naar Denemarken.
Dan zitten we even tegelijkertijd in Zweden, joh. Ja. Even elkaar bezoeken, nou, ja. Het is niet zo'n groot land, dus gaan we gezellig even bij elkaar... Precies, even bij elkaar op de koffie komen. Ja. Sorry. Ja, ja. Naar Stockholm, dus dat wordt ook leuk. Joehoe! Ik hoor dat Zweden ook een hartstikke mooi land is en de mensen zijn ook vooral heel aardig. Ja, super. Gisteren. Wat willen we nog meer, toch? Ja. Nou. Maar goed. Thomas. Ik wou eigenlijk over het WK beginnen. Nou, het over het WK beginnen. Want misschien weet Thomas... Ik hoorde mijn naam. Dat gebeurt iets belangrijks. Misschien weet Thomas dit en misschien niet. Maar Wessel en ik hebben een weddenschap op het kanaal staan. We hebben allebei zijn we wedstrijden aan het voorspellen. En we zijn gaan voorspellen wie er in de halve finale gaat komen. En daarna gaan we natuurlijk ook die finale voorspellen. Ja. En voor ieder land dat we goed hebben, hebben we zeg maar een punt. Krijgen we een punt. En wie uiteindelijk de meeste punten heeft, mag een emmer met ijskoud water over de ander zijn hoofd heen gooien. En dat komt op YouTube. Oh, wat leuk. En dat komt op YouTube. Oh, Jimmy wordt zeker snel. Waarom ik? Sorry. Waarom ik nou weer? Jammer joh, Jim. Ja, ik hoop het wel. Nou, dat vind ik niet eerlijk. Het is gewoon leuk voor YouTube. YouTube. Maar zijn we tot nu toe al punten verloren? Zijn er al mensen uit de competitie die wij op onze lijst hadden voor... Ja, Iran. Dus ik ben alweer een punt kwijt. ik wist het al, maar ik wou jou het laten zeggen. Ja. Maar ja, wie weet raak ik ook nog wel een punt kwijt binnenkort. Van welk land dan? Misschien nog een beetje nek aan nek, wie weet. Ja, daarom. Maar de achtste finales moeten nog komen natuurlijk, hè? Ja, die komen morgen weer. Vandaag even een rustdag, zeggen ze. Dus... En morgen beginnen de achtste finales. Ja, ik weet niet welke, maar... Ik weet ook niet welke wedstrijden er precies morgen zijn. Maar ik kan wel kijken, want ik heb geen werk morgen. Oh, ga je niet werken? Nee, vanaf volgende week ga ik zaterdag werken. Lekker hoor. Zeker. Dan moet jij checken. Nou, zullen we naar het volgende onderwerp? Wat wou je tegen Thomas zeggen? Thomas, jij had ook nieuws, dat wou ik zeggen. Ik had inderdaad nieuws. Ik had een beetje opgezocht. Nou, natuurlijk, er komen nieuwe Switch games eraan. En natuurlijk zijn er heel veel mensen echt hyped over de games die eraan komen. Zoals Super Smash Bros. Ultimate. Zo. Everyone is here natuurlijk. Elke Smash character die je ooit kon zijn, die hebben ze teruggebracht naar de game. Dus iedereen kan je gewoon spelen. En er zijn ook nieuwe characters bijgekomen, maar sommige mensen zijn ook een beetje... het spel ziet er hartstikke mooi uit, maar sommige mensen hebben er een beetje negatieve reacties over. Puur omdat sommige characters er niet in zitten. Of sommige characters die zijn assist trophies. En dat wil zeggen, het zijn een soort van sidekick hulpjes of zo die een beetje damage voor je doen. Ja. Waaronder Waluigi, die staat sowieso wel op nummer 1 als most wanted character. Yep. Want die is nog nooit in een Smash game voorgekomen natuurlijk. En iedereen ook hoopte, sowieso... Ja, iedereen hoopte erop dat het dit jaar wel zou komen. Precies. Maar is daar een reden voor dat die niet erin zit? Nou, sommige mensen zeggen dat degene die Smash heeft gemaakt natuurlijk, dat die Waluigi helemaal niet mag. Okay. Want hij heeft een keer getwitterd, zelfs van pick of the day, dan zie je gewoon een foto met Waluigi als assist trophy met zijn tennis racket. Mm-hmm. En er staat eronder van, Waluigi is an assist trophy. That means that he's not a playable character. Just because you try hard doesn't mean you make it into the game. Dat kwam heel hard aan voor heel veel fans. Ja, dat heeft hij even expres gedaan. Dat heeft hij expres gedaan, ja. Of misschien gewoon like cold water to burning area. Ja, of hij haat Waluigi, of hij wil gewoon zo erg groot hypen dat het gewoon een grote verrassing wordt. Precies, dat op het allerlaatste moment of zo, echt 2 dagen voordat de game uitkomt, dat er zo'n klein filmpje online komt. Met hem. Ja. Yep. Ja, dat zijn de games waarvan we al hebben gezien en zo, hoe dat het voor de Switch komt. Er komt ook een Switch nog voor de game, dat komt ook dit jaar, alleen niemand weet nog wanneer dit jaar. Dat is handig. Dat is een game dat heet My Hero Academia Last Once Justice of zo. Wow! Ja, Once Justice. Dat is een battle game, een soort van Tekken of Street Fighter-achtig, maar dan 3D. Je kan al je characters kiezen, alle heroes, alle villains, dus je kan bijna elke character kiezen die ook in de serie zelf voorkomt, van My Hero Academia. Geweldig. En er zijn ook, je kan met 2 spelers spelen, je kan volgens mij ook online spelen, willen ze dat ook doen. En iedereen kan natuurlijk zijn special moves en attacks gebruiken, bijvoorbeeld Deku die heeft
One for All. En die kan natuurlijk ook Super Strength gebruiken, net zoals een beetje als All Might. Oh, verschrikkelijk gaaf. Precies. Verschrikkelijk. Alleen moet je oppassen dat je niet te veel gebruikt, want anders breek je armen of wat dan ook. Ja, ik denk dat ze daar wel een gaaf mechanic aan gaan toevoegen. Ja, precies. Om het ook een beetje balanced te houden. Ja, inderdaad. Het zou hartstikke leuk zijn. Er komt ook nog een game, misschien binnenkort, er is enorm veel rumoer over, maar zelfs Nintendo heeft er ook een beetje laten weten dat ze een idee erover hebben, zeg maar, met een ander bedrijf. Ja, niet rechtstreeks van Nintendo. Ze laten precies. Het niet achterliggen, zeg maar. Inderdaad. Dat is ook heel toevallig een anime. De Hirohiko Araki, die heeft een anime geschreven, of tenminste een manga geschreven, natuurlijk. JoJo's Bizarre Adventure. Dat is een redelijk beroemde anime. Redelijk? Maar die komt ook misschien voor de Switch. Dat is eigenlijk al een heel oud spel. Tenminste, niet heel oud. Het is volgens mij 5 jaar geleden dat het spel is gemaakt voor de PlayStation 3 en PlayStation 4. Klopt. Dat heet JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. Ja. En dat is ook een soort van Street Fighter Tekken game, zeg maar. Ja. Omdat er natuurlijk echt heel veel gevechten in voorkomen en zo. Dus dat je je stands en wat dan ook kan gebruiken, of je krachten en wat dan ook. Dus ik ben benieuwd of dat voor wat de gaat worden. Ja, want er zit ook een verhaallijn in. Alleen het is iets anders dan de echte verhaal. Want het echte verhaal begint natuurlijk met part 1, part 2, part 3 en so on. Ja. Alleen hier begint het bij part 3. En aan het einde is Dio, de main bad guy, zeg maar, die is dan verslagen. Alleen komen er verschillende dimensies en zien ze elkaar van verschillende tijden, alle generaties. Want de anime gaat over, of de serie gaat erover, dat ze verschillende generaties hebben van dezelfde familie. Ja. Dus hun zien ze allemaal elkaar. Dus de verhaal loopt heel anders en hij geeft een hele andere draai aan. En ik ben best wel benieuwd hoe het eruit komt. Ja, cool. Nou, dat was hem. Dan gaan we het nieuws overgeven naar Wessel. Welk nieuws? Nou, waar wil je beginnen, jongen? Wanneer was het? Afgelopen maandagnacht is er een wit busje, in het pand, door het pand van de Telegraaf heen gereden. Maar niet helemaal, toch? Niet helemaal, want het glas was zo dik dat het niet kon verder kon. Ze niet doorheen, ja. Nee. Maar op de videocamera was ook nog duidelijk te zien dat de man uit het busje stapte. En toen de auto in brand nog stook. Dus met een jerrycan. Ja. Wel erg. Dus het was schrikken, want iedereen dacht, oh, het is meteen al een aanslag. Ja. Maar ja, waarom zou je dat midden in de nacht doen als er geen mensen zijn? Dat is wel weer raar dan. En over de man, hij is nog steeds niet opgepakt. Jammer. Dat is wel verontrustend. Ja, zeker. Wat wel al duidelijk was, is dat het busje uit Woerden kwam. En een paar dagen geleden was er ook al, probeerde iemand al een aanslag te plegen. Maar dat was ook de persoon die in Woerden woont. En het busje komt ook uit Woerden. Dus oh, oké. Okay. Dus wordt een connectie gelegd tussen die twee. Ja, wordt dus een connectie dus opgedaan. Een soort van detective-zaak komt hier gewoon. Daarom. Best wel de detective. Maar ja, hey. Maar op een gegeven moment werd er nog meer duidelijk, want die man is van een Marokkaanse motorbende. Ja, die is van een Marokkaanse motorclub. En John van der Heuvel, die is het allemaal aan het onderzoeken. Ja. Wat die bende allemaal doet en wil ze eigenlijk gewoon in de gevangenis zetten. Ja. Maar John van Heuvel werkt bij de Telegraaf. Dus vandaar dat busje denk ik in het pand van de Telegraaf is gaan rijden. Oké, dus er zit eigenlijk één grote motorclub waarschijnlijk achter. Ja. En niet iedereen moet meteen gaan concluderen dat het te maken heeft met een aanslag. Nee. Maar natuurlijk, heel veel landen om ons heen hebben al dit soort grote aanslagen meegemaakt. En ja, waarschijnlijk is Nederland de volgende aan de beurt. Ja. Waar ze dat gaan doen, wanneer ze dat gaan doen, is niet, nog niet bekend. Nee. Maar het komt eraan. Het moet een keer gebeuren. Want ja, het gaat nou eenmaal duurt gebeuren. Te lang. Het gaat gebeuren. Dat ja, is het ergste. Precies. Ja, dus dat? Dat was even wat minder dat nieuws. Dat was even minder, heel erg minder nieuws. Hey, luister. Wel is er wat leuks bekend. Namelijk de titel van de tweede film van Spider-Man. Het vervolg Spider-Man Homecoming. Is bekend. Ja. Maar hoe heet het? De titel wordt Far From Home. Huh? Spider-Man Far From Home. Waarom?
Dat is ver van huis heel, is blijkbaar. Okay. Wanneer het zich gaat afspelen is nog niet bekend. Ja, wel. Echt waar? Ja, 2019, volgend jaar. Nee, ik bedoel, waar in de tijdlijn... Ja, dat moet je het goed zeggen, waar, Jim. Waar in de tijdlijn gaat het zich afspelen? Is het bij wijze van spreken nadat hij al zijn nieuwe pak zeg maar gaat gebruiken? Want aan het eind van Homecoming krijgt hij het pak, maar besluit hij het pak niet te gebruiken. Nee. Hij laat het gewoon daar staan voor, jammer, de korte achternaam. Ja, dat is helaas nog niet bekend. Nee. Nee. Maar waarschijnlijk zal, als die in 2019 uit gaat komen, dan zou er binnenkort wel een trailertje van komen. Nou, ja. Ik denk dat het nog wel even duurt, maar... Ik denk wel even duurt, maar ik ben nog steeds heel benieuwd. Ja, zeker. Ja. En er was nog video's over Spider-Man, volgens mij. Ja, de Joker uit de Suicide Squad, die gaat in een spin-off spelen van Marvel. Dat is ook al raar. Iemand die uit DC komt, gaat ook in deze Marvel spelen. Ja, heel raar. Een acteur voor de Joker, een DC-schurk, die gaat een schurk spelen in een Marvel film. Ja. Ik wist helemaal niks over die schurk. Ik weet nog steeds niet wie het is, maar goed. Maar nog steeds denk ik dat je wel een ander beeld krijgt, want je ziet hem dan totaal niet als de Joker. Nee. Joker heeft altijd schmink op. Ja. Dus sowieso zien we hem al anders. Ja, dat zeker. Dus hij kan wel spelen. Ik ben best benieuwd. Ik denk dat echt zo'n reactie wordt hetzelfde met Thor met kort haar. Omdat je hem natuurlijk met lang haar bent gewend. Ja. En de laatste film van Thor, dat is hij met kort haar. Ja, maar het staat er wel goed, vind ik. Ik vind het beter dan het lange haar. Ja. Maar ja, heel veel mensen, menig mensen zijn het daar natuurlijk weer mee oneens. Ja, maar dat moet weer eigenlijk... Ik vind het ook een beetje mannelijk eigenlijk meer. Ja, ik vind het cooler. Het lijkt net een vrouw die met een hamer zat te spelen. Maar goed, dat terzijde. Ik weet niet of jullie... ik heb nog meer nieuws, maar dat heeft niet met Marvel. Dus of iemand nog iets met Marvel heeft. Nee, ik ga verder. Ja, dit is natuurlijk al heel bekend nieuws en het is al sinds 2 weken geleden volgens mij. Maar ik weet niet of jullie het hebben besproken dat, met Donald Trump en Kim Jong-un. Dat ze elkaar hebben ontmoet. Ja. Dat ze bij elkaar zijn gekomen. Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Nee. Nou, want het gesprek ging volgens mij hartstikke goed. Ja, het zag er wel een beetje clownachtig uit eigenlijk. Ja, inderdaad. Donald Trump heel ongemakkelijk met zijn hand op de rug van Kim Jong-un. Ja. Twee dikketjes op... Ja, inderdaad. In Singapore. Singapore. Ja, Singapore. In Singapore, ja. Ja. Ja, ja, dat was wel een gek gesprek. Maar dat was wel een historisch moment. Zeker, dat was... ik zag nu gaat Kim Jong-un weer 20 jaar in zijn kelder zitten. Ja, wisten jullie dat hij gewoon zijn eigen toilet ook elke keer meeneemt naar elke locatie? Serieus? Ja. Dus hoe heet het eigenlijk? Tussen Noord- en Zuid-Korea had hij ook zijn eigen toilet meegenomen. Het gaat gewoon via een busje gaan ze rijden. En dan lopen ze en dan... wat is jouw beroep? Ja, ik ben een chauffeur voor Kim Jong-un. Oh, echt waar? Wat voer je dan? Voer je Kim Jong-un? Nee, toilet. Ik voer zijn wc. Het is zo'n emmer, weet je wel, die gewoon een toilet heeft mee. Hier, alsjeblieft de guard. Zie je iemand op de fiets aankomen met een toilet achterop? Ja. Ik weet niet wat de bedoeling is. Ja, de busje benzine was op. Ja. Maar de plannen waren wel volgens mij dat Kim Jong-un, die kon geen handel meer doen met de rest van de wereld. Die had zich helemaal afgesloten. Dat heeft hij zeker. Dat heeft hij aan zichzelf te danken. Ja, omdat hij normaal... nee. Omdat hij natuurlijk heel veel kernwapens heeft gemaakt en zo. En iedereen werd er bang van. Ja. Toen zei ze van, nou, dan gaan wij niet meer met je handelen. Ja. Snap ik hartstikke goed. Maar nu wil hij die handel weer terug. En Trump wil sowieso dat Noord-Korea helemaal niks meer qua nucleaire wapens doet. Dus ze moeten al die wapens één voor één helemaal onklaar maken. Dan moet hij ook niet met raketjes spelen. Dat is gewoon... Nee, inderdaad. Ja, of met ijsraketjes, maar dat even... Maar ze hebben ook besloten met het contract dat Amerika nooit Noord-Korea zou aanvallen, dat Noord-Korea nooit Amerika zou aanvallen. Nou, als dat al goed afloopt. Als, als er ooit oorlog uitbreekt, dan weten we in ieder geval dat die twee gaan teamen tegen de rest. Ja sowieso. Hoe ver? Maakt niet uit wie de oorlog gaat beginnen, die is gewoon hartstikke dood. Ja, absoluut. Jij hebt een probleem. Maar wie? Maar ik ben wel blij dat ik in Nederland leef, want Amerika en volgens mij Noord-Korea later ook. Die houdt Nederland wel, want Nederland is natuurlijk een van de grootste handelslanden van de wereld. Zeker. Ja, wij zijn heel groot in de handel in ieder geval. Heel welvarend land. Ja.
Dus iedereen wil Nederland ook een beetje bevriendelijk houden. Ja. Wat denken jullie trouwens dat het meest gehandelde product van Nederland is? Het meest gehandelde product? Je zal het antwoord niet verwachten. Kaas. Nee. Tulpen. Nee. Molens. Machines. Ja, dat klopt. Maar hetzelfde als dat hoorde ik laatst in een video of op YouTube. Je zou denken dat het grootste handelland van Frankrijk wijn is of zo. Ja. Maar het zijn helikopters. Oh. Wat? Ik dacht stokbroden, maar... Nee, ook niet helikopters. Nou ja, wat een gek genoeg. Nou, dat was een leuk feitje tussendoor van Jim. Ja. Doe ermee wat je wil, luisteraars. Het is gratis en voor niks. Is er meer te bespreken, dames en heren? Ja. Ja. Vertel. Oké. Het zijn even een paar korte nieuwtjes. Guardians of the Galaxy 3 is begonnen met filmen. Hey! Joepie! Hey! Leuk, hartstikke leuk. Ander nieuws. De Indiana Jones film komt een nieuwe. Okay. Maar dat zou in 2020 komen. Maar dat is nu alweer een jaar opgeschoven omdat ze nog niet goed de tekst kunnen schrijven. Dus het is nu naar 2021 verplaatst. Oké. Dus ik hoop dat Harrison Ford dan nog leeft. Samen met de nieuwe Jurassic World. Ja, inderdaad. Dus dat duurt nog wel even. Ja. Gaat nog even duren. Oh, over films gesproken. Er komt ook nog een film aan, een animatiefilm. Van wat? Dan zijn ze, als het goed is, zijn ze er nu mee bezig. Er komt een Mario film. Ja. Klopt. Echt waar? Mario? Ja, Mario. Want er was al natuurlijk een Mario film, maar dan live action. En dat heette de Super Mario Bros. Movie. Niks. Dat was alleen een hele slechte film en dat weet Nintendo ook zelf hartstikke goed. Oh. Dus ze moesten echt een animatiefilm maken. En echt, het wordt geanimeerd trouwens door Illumination. De makers van Despicable Me en Minions en zo. Gaaf. Ze kunnen hartstikke goed animaties maken, dus ik vertrouw hen daar wel bij. Ik heb er ook wel vertrouwen in als ik het zo hoor. Ja. Maar het mooiere nog is, er stond ook allemaal nieuwsfeitjes over die film, wat we kunnen verwachten. Sowieso stond er op nummer 1 dat Charles Martinet, de originele man met de stem van Mario en zo, al die stemmen gaat inspreken die hij ook normaal doet. Ah, cool. Super gaaf. Dus Mario en Luigi en Waluigi, weet ik veel, al die characters gaan gewoon praten in plaats van hun eigen naam zeggen. Hey, Ze kunnen ook gewoon praten. Dat is wel fijn. Ik ben benieuwd. Maar ik ben ook benieuwd naar. Er kwam ook volgens mij een nieuwe Sonic film. Als ik het niet... Daar heb ik nog niet van gehoord. Ja, ik volgens mij wel. Ja, ze waren nog wel aan bezig met maken en zo, maar... Nou, dat is iets voor een volgende podcast. Ja, daarom. Voor nummer 8. Daarom. Yes. Nou Thomas, heel erg bedankt dat je er was. Ja. Graag gedaan, dankjewel. Ik moet jullie erg bedanken. Ja, joh. Thanks for being here. Ja. Ik heb jullie gesmerkt om. In ieder geval voor de mensen die het helemaal tot het einde hebben volgehouden, vergeet niet nog even naar Thomas' YouTube kanaal te gaan. Link staat in de descriptie van deze video. Neem gewoon een kijkje. En ja. Goede reclame gemaakt voor. Daarom. Nu hij nog voor ons. Ja. We zien. Volgende podcast op zijn kanaal. Ja. In ieder geval, vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Ja. En laat dat belletje rinkelen. Yes. En abonneer. En tot volgende week. Tot volgende week. Nu is het aan jou, Thomas, om doei te zeggen. Oh. Vaarwel.